Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki blikt terug op CARICOM staatshoofdenvergadering en CELAC Summit. Kijkers, goeiedag. President Chandrika Prasad Santokki is eerder deze week afgereisd naar Georgetown, Guyana, voor het bijwonen van de 46e reguliere CARICOM staatshoofdenmeeting. Daarna is het Surinaamse staatshoofd in gezelschap van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken vertrokken naar het eiland Sint Vincent en de Grenadines voor het bijwonen van de 8e CELAC. In het kader hiervan heeft de Communicatiedienst Suriname een exclusief interview met het Surinaamse staatshoofd. Kijkt u met ons mee. Kijk, je bent als land een onafhankelijk land. Je hebt je samenleving. Je hebt je economische bedrijvigheid. Maar tegenwoordig in een globaliserende wereld sta je niet meer alleen. En je kan het ook niet meer alleen aan. Er zijn tal van vraagstukken waar je als land alleen geen antwoord op kan geven. En dan moet je samenwerken. Je moet samenwerken met de wereld en je moet samenwerken met de regio. CARICOM is een regionale organisatie. Geen grote organisatie met honderden miljoenen mensen, maar wel een gemeenschap waar je met hele goede samenwerking toch nog de belangen van die afzonderlijke samenleving goed kan bedienen. Belangrijk is namelijk dat die economische integratie hier en daar wat stagnatie ondervindt en dat merken we als land ook. Wij zijn overeengekomen, namelijk dat alle belemmeringen die er zijn, systematisch opgelost moeten worden. Dat we alvast die belemmeringen die door x aantal landen gezamenlijk weggehaald kunnen worden, alvast doen. Dan kan de samenwerking alvast tot stand komen met die landen, zoals bijvoorbeeld onze export naar Barbados. Het kan niet in één keer naar alle landen van de Caribische regio, omdat niet alle landen die voorzieningen getroffen hebben. Voor het willen ontvangen van onze producten. Op basis van bilaterale overeenkomst met Suriname Barbados kan het wel. Dat we 12 producten nu kunnen exporteren. En we zijn bezig ook met de andere landen. In feite zou je geen bilaterale samenwerking met Barbados hoeven te hebben. Als de hele regio al die voorzieningen goedgekeurd had. En die barrières weggehaald had. Maar dat gebeurt niet altijd. En dat was een beetje een mineurstemming. Dat leiders, parlementen, regeringen in feite die agenda van CARICOM voor wat betreft die economische integratie heel hoog moeten plaatsen om die barrières weg te halen. Aan de andere kant moet je ook rekening houden dat wij als land ongeconfronteerd worden met die klimaatcrisis. Ook daar hebben we met elkaar afgesproken dat we gezamenlijk een ferm standpunt moeten innemen als het gaat om die klimaatfinanciering, die toegankelijkheid om aan goedkoop kapitaal te komen. We hebben ook nogmaals benadrukt namelijk onze positie als land, dat we 300.000 hectare land beschikbaar hebben voor investeerders. En CARICOM landen hebben dat nog toe heel spaarzaam gereageerd. Maar andere regio's reageren wel. Brazilië reageert wel, China reageert wel, Canada reageert wel. Onze ondernemers beginnen nu ook te reageren. En we zien namelijk dat er land ter beschikking gesteld wordt voor sojateelt, voor maïsteelt, voor aquaponiek, voor aquavisserij tambaki, voor kokosteelt. Dus het komt op gang. Maar de bedoeling was dat die CARICOM-landen zouden moeten reageren. En dat hebben ze niet gedaan. En dat is een oproep geweest aan de private sector. Van CARICOM komen jullie en we klagen veel dat er voedsel duur is in de Caribische regio, alles is import.
Maar hier is de gelegenheid om hier te produceren voor de Caribische regio, voor je eigen gemeenschap, voor de export. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat je als regio standpunten inneemt, ook in het belang van de regio, maar ook in het belang van je eigen land. En zo hebben we op deze CARICOM-vergadering de voordracht van ons om de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Albert Ramdien, voor te dragen als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, ook goedgekeurd gekregen door de CARICOM-vergadering, door de CARICOM-staatshoofden. En dat is belangrijk, maar alleen als land word je geen secretaris-generaal. Je moet steun hebben van de hele Caribische regio en niet zo'n steun in de Zuid-Amerikaanse landen. Dat proces is al ingezet, omdat je heel Zuid-Amerika achter die voordracht moet hebben. En we gaan ervan uit dat hij een goede kandidaat is. We gaan ervan uit dat hij brede ondersteuning geniet. En het zal de eerste keer zijn dat 1. Suriname die functie mag invullen. 2. Dat CARICOM voor de eerste keer een kandidaat van de Caribische regio mag voordragen. Dat zijn de voordelen van de regionale samenwerking. En zo zijn nog meerdere zaken afgesproken die verder de komende dagen uitgewerkt zullen worden. Kwestie Haiti bijvoorbeeld, heel belangrijk. Wij zien de impact ook van de situatie in Haiti, ook naar Suriname. We hebben een grote Haitiaanse gemeenschap. Die mensen leven in onzekerheid. We hebben gelukkig vliegverbindingen tot stand gebracht. We hebben gelukkig een traject uitgezet van gezinshereniging. Dat kunnen andere landen nog niet doen. Dat moet zorgvuldig goed verder uitgewerkt worden. Dat er geen misbruik plaatsvindt van dit systeem. Maar tegelijkertijd, als CARICOM ready zijn om het traject uit te zetten, en dat is het besluit geweest van CARICOM, het duurt er wel. Een datum van verkiezing moet genoemd worden. En dinsdag is de eerste vergadering na CARICOM met de staatshoofden van CARICOM. Daarvoor zijn de staatshoofden aangewezen met premier Henry van Haiti. Met leiders van Amerika, van Canada, van ook de Europese Unie, met de Verenigde Naties. En Frankrijk, dat wij de zaak zodanig gaan begeleiden dat er een tijdelijk is voor herdemocratisering. Belangrijk is verkiezing. Tweede, een traject is om die veiligheid daar te versterken met bijstand van politiefunctionaris van Kenia en andere Afrikaanse landen en CARICOM, ook Suriname gaat bijdragen hier te leveren. Dat een traject uitgezet wordt van humanitaire hulp voor de gemeenschap van Haiti, die op dit moment gebukt gaat met tal van schendingen van mensenrechten en voedselschaarste en gezondheidsdreigingen. Kortom, dat zijn allemaal belangrijke zaken waar Westland ook standpunten in moet innemen, ons stem moeten laten horen. Omdat wij niet alleen op een eiland in Suriname zitten, maar behoren tot de wereldgemeenschap, maar zijn onderdeel van de regionale gemeenschap. President, u hebt ook de 8e CELAC-top bijgewoond in Sint-Vincent en de Grenadiers afgelopen vrijdag. Hoe blijkt u terug als deze bijeenkomst? Kijk, CELAC, deze CELAC-meeting is een grote organisatie van Caribische landen, plus Centraal-Amerikaanse landen. En Zuid-Amerikaanse landen. Het is een hele grote gemeenschap van landen. Onder de noemer Latijns-Amerika, zoals het genoemd wordt. En deze regio, deze grote organisatie, heeft heel wat uitdagingen. Heeft uitdagingen op het gebied van politiek. Dat er nog tussen landen wat spanningen zijn. Deze regio heeft nog uitdagingen als het gaat om crisis. Er zijn landen in de regio waar een crisis is, een politieke crisis is, een humanitaire crisis. Haiti heb ik net al genoemd. Maar er zijn ook landen die in feite heel sterk zijn in het creëren van een gemeenschappelijk markt. Brazilië bijvoorbeeld, heel sterk in het creëren van een gemeenschappelijk markt. Brazilië is leidend in de export van tal van producten. En je ziet de leider van Brazilië, president Lula, die wil ook namelijk de positie van Brazilië
ook versterken door middel van samenwerking op verschillende gebieden, zodat de landen ook kunnen meeliften in die economische ontwikkeling. Aan de andere kant is deze CELAC-meeting voor de eerste keer voorgezeten door CARICOM. Door de premier van Sint Vincent en de Grenadines, de heer Ralph Gonsalves. En dat is een eer voor CARICOM. Hij heeft het heel goed gedaan. Vooral met betrekking tot het vraagstuk van de spanningen tussen Guyana en Venezuela, grensspanningen. Aan de Essequibo-kant heeft hij geïnterveneerd. Samen met regionale leiders, Brazilië, met Colombia, met Cuba, maar ook met Caribische landen, waaronder Barbados en Dominica. Omdat er overleg geweest is met de twee leiders van Guyana en Venezuela. En in feite een basis gecreëerd is voor rust. Een basis gecreëerd is voor overleg. Een basis is gecreëerd om te kijken naar de verdere versterking van de veiligheid in de regio. En dat men afziet van gewapend conflict, gewapend treffen. Dat men afziet van geweldstoepassing. En dat men afziet van het treffen van maatregelen die de regionale veiligheid en stabiliteit zouden kunnen gaan bedreigen. Daarom is het belangrijk om deze bijeenkomst bij te wonen. Ik heb ook heel wat bilaterale meetings gehad, zeker met Brazilië. Is het bijzonder belangrijk om aan te geven dat beide presidenten van Suriname en Brazilië te kennen gegeven hebben dat ze samenwerken wensen te intensiveren. Er zijn heel wat verdragen die daar liggen. Er zijn heel wat overeenkomsten die er zijn. We hebben een grote Braziliaanse gemeenschap in Suriname. Er zijn ook Surinamers die daar in Brazilië wonen. Kortom, nu moeten we naar een hoger niveau van samenwerking. En dat gaat om investeringen. En we bieden kansen voor investeringen. Het gaat om de shorebase die we in Suriname willen opzetten. Het gaat om die brug die we samen willen bouwen tussen Suriname en Guyana over de Quarantaine-rivier. Die niet alleen een fysieke brug is, maar een brug is die ook die verbinding verder gaat verbeteren naar het zuiden. Via de highway naar Brazilië. Dat wil zeggen, veel Braziliaanse producenten, investeerders kunnen straks hun containers, hun producten kwijt op de shorebase in Suriname, shorebase in Guyana. Daarvoor hebben we ook een trilaterale meeting gehad tussen de presidenten van Brazilië, Guyana en Suriname om dit regionaal plan verder inhoud te geven. De exploitatie van olie en gas staat ook op de agenda. Je weet, Brazilië heeft een hele gigantische oliemaatschappij Petrobras. Daar hebben we afspraken gemaakt dat staatsolie beter gaat samenwerken, effectiever gaat samenwerken met Petrobras als het gaat om gaswinning. We hebben haast met betrekking tot onze gaswinning. Ik zie dat er bepaalde oliemaatschappijen zijn, internationale oliemaatschappijen, die geen haast hebben met betrekking tot gaswinning. Slechts focus op olie. Als land hebben we haast met onze gasontwikkeling. Daarvoor hebben we een studiegroep gas in het leven geroepen. Daarvoor zijn er aanbevelingen gedaan. En we gaan op de agenda van de regering deze strategie goedkeuren. En iedereen moet het gaan implementeren. Staatsolie moet het ook gaan implementeren. En dat willen we doen met internationale oliemaatschappijen, met regionale oliemaatschappijen, gasontwikkelingsmaatschappijen, die bereid zijn die agenda van Suriname in te vullen. Namelijk sneller ontwikkelen van die gasproductie. Naast die olieproductie. We moeten rekening houden dat er een tijdlijn is van uitfaseren van olie en gas. Door de wereld bepaald. Er wordt verder uitgewerkt in de verschillende kopvergaderingen. Wij willen niet dat wij ons olie- en gasexploitatie naar achter gaan wegduwen. Om onder druk te laten plaatsen door een wereldprogramma van uitfaseren en strenge condities van exploitatie. Het moet nu gebeuren. En dat gaan we ook doen. En president van Brazilië is volledig mee eens dat er intensieve samenwerking moet komen tussen Brazilië en Suriname, ook op het gebied van gas ontwikkelen. Samen met Guyana, Brazilië, kunnen onze gas ontwikkelen, industriële ontwikkeling teweeg brengen in zowel de oostelijk deel van Guyana als westelijk deel van Suriname. Die brug kan een onderdeel zijn van export van gas naar Brazilië. Die gas kan gebruikt worden voor de bauxietindustrie.
Er is een studiegroep, presidentiële studiegroep, die verder die bauxietindustrie uitwerkt. Die expression of interest is al eruit. Maar al deze dingen kunnen met goedkope energiegas. En dat zijn belangrijke zaken die moeten ontwikkelen. De president van Brazilië heeft mij uitgenodigd samen met een sterke delegatie van de private sector. Niet met als doel alleen handelsbetrekkingen, private sector, gezamenlijke investeren, olie en gas. Dat moet aan het begin zijn. En dat gaan we allemaal voorbereiden. De minister van Buitenlandse Zaken heeft die opdracht al gehad. En zo'n select meeting is ook bijzonder belangrijk voor een paar zaken waar je als regio een gemeenschappelijk standpunt kan innemen. We hebben het Amazonebos. Hier is de zuurstof van de wereld. En wij verschaffen zuurstof aan de wereld. Nou, wat krijgen we daarvoor terug? 0 cent. Nou, hier gaan we gezamenlijk beleid ontwikkelen, dat we gecompenseerd moeten worden. Maar dat ook die financiering, klimaatfinanciering naar ons toe komt om ons best te onderhouden, om duurzaam beleid te ontwikkelen. En ook zorg dragen, namelijk dat we ook inkomsten kunnen genereren uit ons duurzaam bosbeleid. En daarvan moeten die landen die hun bos weggekapt hebben, die landen die allemaal hun olie geproduceerd hebben, rijke landen geworden zijn, dat ze daarvoor ons moeten compenseren. En daarvoor heb je gemeenschappelijk standpunt nodig. Het vraagstuk komt van die regionale integratie met infrastructurele ontwikkeling. Die wegenstructuur. Brazilië heeft een geweldig plan gepresenteerd voor die regionale integratie, zodat we met onze auto heel Zuid-Amerika kunnen bereiken. En daar willen we ons deel ook in gaan plaatsen met de brug naar Guyana, maar ook de brug naar Frans-Guyana en daarmee de weg richting Brazilië, die nu al geasfalteerd wordt aan de kant van Brazilië. Dat we optimaal gebruik gaan maken en onze landen, onze gemeenschappen toegang geven tot grotere markten, maar ook een bijdrage leveren aan die regionale integratie. En uiteraard binnen CELAC worden al de spanningen die er zijn tussen lidstaten ook goed besproken. En uiteraard zijn er ook nieuwe leiders die gekozen zijn. Het is goed om ook kennis te maken met hun. Uiteraard is CELAC ook belangrijk om verder ondersteuning te zoeken voor onze kandidaat voor secretaris-generaal voor de Organisatie van Amerikaanse Staten. En wij, Suriname en Guyana, nemen een unieke positie. We zijn deel van Zuid-Amerika, maar we zijn ook deel van CARICOM. Dus wij kunnen een brugfunctie gaan vormen tussen Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Daarom heeft CARICOM ook beslist, laten we nu gaan werken met een pilotproject van 4 verbindingen, connectivity. Eerste pilot is tussen Guyana, Trinidad en Barbados, zodat container, vracht en alles getransporteerd kan worden met veerboot in samenwerking met de private sector. En tweede fase komt Suriname ook erbij, zodat we 4 landen aan pilot gaan draaien om te kijken hoe die 4 verbindingen eruit zien, wat de kosten zijn, wat de uitdagingen zijn. Welke zijn de voordelen en dat verder uitbreiden naar de overige lidstaten. En zie daar onze positie als 2 landen, dat we de brug kunnen gaan creëren, letterlijk en figuurlijk, tussen Zuid-Amerika en de Caribische regio. Dit was Focus. Wij brachten u een exclusief interview met president Chandrika Prasad Santokhi over zijn deelname aan de CARICOM staatshoofdenvergadering in Guyana en de 8e CELAC-top in Sint-Vincent en de Grenadines. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.